Maneira nos abisar de início, nos switch things up a little bit. E viaja aqui nos nota na SDK, nos abim na The Urban Venue. Pakiko nos abim aqui nang. The Urban Venue ta maneira sonho vira realidade. E din deporte pa nos eseita sumamente importante. Lo que ta pasa ta, ku personal training Curaçao promedi mei ultimo abim ku nang Urban Workout Gym. Que mendi algo sumamente novo. Aba que tiene di Urban Workout, Urban Gym, ta un combinación masha masha great. Bis pa so manos tura wore kita ding hinter e faceta di urban, turene ta gusta urban music y a wore ki nang a combinele ding algo sumamente great ding un urban gym. Ta pesino sa bang conversa un rato ku e dueño di e Curaçao training aqui. E Curaçao personal training aqui para dar nossa informação com seu sonho alanta e ela traz duro para sua meta vir a realidade. Nossa bamba entrevista. En we zijn hier vandaag bij de Urban Venue, zoals ik je dat in het begin al heb gezegd. En we hebben hier de mogelijkheid om met Jos te praten van Personal Training Curaçao, die deze venue helemaal in elkaar heeft gezet. Jos, welkom bij ons in Colorido Sport. Dankjewel. Jos, vertel ons, ik heb gehoord dat dit een droom die waar is geworden voor jou. Ik wil van begin af weten hoe dit zaadje bij jou is begonnen. Het was eigenlijk al begonnen in Nederland natuurlijk. Ik had mijn opleidingen net klaar en... Ik had altijd een droom om een eigen gym te hebben, maar natuurlijk was dat een lange weg. Dus ik ben naar Curaçao gegaan eigenlijk om een kleine tussenstap te maken van een uitje van 6 maanden. En toen kwam ik hier en toen ging het zo snel met het sporten dat ik eigenlijk al binnen een aantal weken helemaal volgeboekt zat met personal trainingen. En ik kwam eigenlijk alleen maar voor een vakantie. Dus toen dacht ik van ja, weet je, hier moet ik blijven, dit moet ik gaan doorpakken. Dus eigenlijk binnen een aantal maanden had ik allerlei trainingen, was ik bij bedrijven en ging het eigenlijk zo snel dat ik dacht van oké, wat ga ik hiermee doen? Ga ik terug naar Nederland of blijf ik hier? Maar toen heb ik besloten om hier te blijven. En een vriend van mij, dat nu mijn compagnon is, die zat op kantoor, was een actuaris, zakelijk. Maar die zei van ja weet je, dat kantoorleven is helemaal niks voor mij. Dus die kwam op een vrijdag aan in zijn slippers. Op de middag en die zei van, ik ben net gestopt met mijn werk. Ik heb ontslag genomen, laten we samen een bedrijf beginnen. Hij was actuaris, een hele goede baan eigenlijk. En is gewoon boempats gestopt. Ja. Met jou in zee. Ja, want we waren al lang vrienden. Dus we kenden elkaar hier van het eiland. Gingen altijd op stap met elkaar, gek doen en leuke dingen doen. En hij zei van, ja, ik zie het in jou. En ik kan de finances doen. En laten we een team maken, zodat ik de finances doe en jij het sportgedeelte. Nou, zo zeg, zo gedaan. Toen zijn we op zoek gegaan naar een aantal trainers en zijn we begonnen met een aantal personal trainingen te geven. Nou ja, toen zagen we dat dat goed liep. En toen waren we in de stad, wilden we een keer een promofilmpje maken. En toen waren we in de stad en dachten we van, oh, Willemstad. Willemstad is urban. Urban. Willemstad, urban workout. Ja, ja, dat gaan we doen, gaan we doen, gaan we doen. Dus toen hebben we een filmpje gemaakt met een aantal trainers. Gewoon, ja, random een aantal oefeningen gedaan. Toen zeiden we op maandag 2 oktober gaan we beginnen. En toen stonden er 180 mensen op een maandagavond binnen 1 uur. Hé, maar Facebook doet fantastische dingen. Want ik kom niet vaak op Facebook. Maar dat filmpje heb ik ook gezien. En dat urban, dat jullie dat hebben vastgepakt, dat heeft echt een extra tintje eraan gegeven. Ja, ja, klopt. Ja, weet je, wij gingen altijd naar Urban Feesten hier. De locatie hier. Zijn wij begonnen op Curaçao. 6 jaar geleden kwamen we hier om te feesten. Ja. En nu, 6 jaar later, openden wij onze eigen gym hier. Dus dat is wel echt een droom die werkelijkheid wordt. En ja, we hielden van urban muziek. En dat misten we eigenlijk een beetje in de gyms. De urban vibe, de gezelligheid, de discolichten. Eigenlijk zoals je in de discotheek staat. Ja. Gewoon dansen, babbeling. En we dachten van, deze vibe willen wij hebben in onze gym. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Lampen gekocht. Een aantal lampjes begonnen op het pleintje bij het plaza. Een aantal lampjes neergehangen. Een beetje de vibe gecreëerd en de mensen vonden het helemaal geweldig. Dus toen hadden we zoveel mensen dat we een overvloed hadden. Dus toen dachten we meer trainers. En toen zijn we jongens op zoek gegaan, vrienden van vrienden. Een beetje zoeken in onze omgeving. En toen een aantal meer lampen gekocht en toen is het eigenlijk stap bij stap is het helemaal uitgebouwd. En toen zijn we eigenlijk na een maand tijd zijn we een andere locatie gaan zoeken.
ja, toen stond dit vrij om trainingen te geven. Toen dachten we van ja, we moeten gewoon die stap maken. We moeten gewoon durven. Dan maar geen geld meer. Dan maar meer rustig aandoen en alleen maar werken. En zo zijn we eigenlijk alleen maar gaan werken, 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 dag en nacht. Om dit pand zo mooi te krijgen zoals het nu is. Dus niet meer op stap gaan, niet meer uitgaan, pindakaas op je brood eten en that's it. Nee, natuurlijk zijn dat stappen die je moet ondernemen als je inderdaad voor zo'n grote stap wil gaan. Jullie waren begonnen met je urban workout voor 150 man. En nu heb je je eigen gym. Hoe is de opkomst hiervoor? Is het meer geworden? Ja, zeker. Het is echt een add-on op onze eigen originele workouts. Mensen zijn natuurlijk gewend om eigenlijk met in een groep te trainen, maar nu hebben ze ook de kans om nog specifieke spiergroepen te trainen in de gym. En onder begeleiding, want we hebben een jongen in de gym staan die eigenlijk in de tijd dat er getraind wordt de mensen begeleidt. Dus mensen krijgen echt goede begeleiding van een professionele trainer. En ja, dat vinden ze fijn om nog even extra die spieren te kunnen trainen. Dus wat zijn alle workouts die jullie hier bij de Urban Gym geven? We hebben de Urban Workout, dat is de circuit training, een full body workout. Waar je eigenlijk van station naar station gaat. Dat is de Urban Workout. Nou, dan hebben we Booty Camp. Dat is speciaal. Booty Camp! Speciaal voor de booties hier op Curaçao. Ja, nee, de vrouwen vinden het helemaal geweldig. Hoe je het went of keert, het draait bij de vrouwen om de billen. Dus dat is heel populair hier. En dan hebben we de douche workout, dat is zeg maar billen, benen, buik. Dan trainen ze met een bandje om hun benen vaak en dan doen ze echt specifieke oefeningen voor de heupen, buikspier, bil of been. En andere lessen zijn heel populair zoals Zumba, Boeyaka, hip-hop dancing. We hebben de, noem het maar op, een kettlebell les. Dat is eigenlijk met een bal met een gewicht waar je een full body workout mee doet. Zo hebben we... Jullie hebben echt heel veel verschillende workouts, dus ik zie jullie cateren voor iedere smaak hebben jullie wel iets. Maar wat me opviel eigenlijk is, toen ik binnenliep in jullie urban venue, zag ik een groepje kinderen. Dus jullie geven ook workouts aan kinderen? Ja, klopt. We doen, het is eigenlijk begonnen eigenlijk voor ouders die een kind hadden en het kind ja, niet thuis konden laten, maar ook niet naar de sportschool konden, omdat ze het kind niet mee konden nemen. Daar dachten wij, daar moeten wij iets voor verzinnen. Dus wij hebben het zo gedaan, ouders plus kind. Dus de ouder komt trainen en het kind komt mee. Voor 25 gulden per maand kan het kind meekomen sporten. En de ouder kan tegelijkertijd eigenlijk op een ander stuk van de venue ook sporten. En vanaf welke leeftijd kunnen deze kinderen beginnen? Dat is vanaf 6 jaar. Vanaf 6 jaar dat de kinderen kunnen beginnen. En wat is het tijdstip dat het open is voor kinderen te trainen samen met de ouder? Van 6 tot 7. In de avond. Oké, nou dat is heel erg goed. Nou, ik ben helemaal trots, Jos. Want een stappen hier op vakantie, lekker chillen, lekker urban going out, is helemaal getransformeerd in een urban workout. A total dream come true. Ik zou zeggen, ga door. Doe je best, want jullie zijn met iets heel tops bezig. En wij van Colorido Sports, wij gaan achter alle goede dingen die te maken hebben met sport. En jij bent daar zeker goed mee bezig. Natuurlijk is het belangrijk om je contact mee te geven voor degenen die nu naar ons aan het kijken zijn. Ja. Nou, beste mensen, dank jullie wel voor het kijken. Willen jullie meer van ons weten of meer van ons zien? Ga naar onze Facebookpage Personal Training Curaçao. Of op Instagram Personal Training Curaçao. Of onze website www.personaltrainingcuraçao.com. Daar vind je alle informatie over onze trainingen en over ons team. En dankjewel voor het kijken. Ja, en guys, ik ga meedoen straks aan de bootycamp. Dus dan zie ik je hier bij de Urban Gym, bij de Urban Venue hier op de Waaigat. Ciao, ciao. Ta echt un sogno bira realidad. I pabomira, shonan. Ora bo studium cos po non mester necessariamente bai traha pa un donio di trabao. Tu ma e ejempel di urban gym. Ta un persona ku alanta ku un sogno. Ela bin aki na Corsao e ela alanta su proprio negoci e mira con esaki ta florese. Bo tambe ke ha si bo sogno realidad?
mira di esaki. Hasi uso di bo esfuerzo nang ilanta riba bu propio pia nang pa abo por hasi abo su sonyo bira realidad si riba deporte. Riba deporte naturalmente ta great pa suma nosta boga pa deporte bay dilanti. Pero sho nang esaki ta riba tour area di bo pida. No restringibo mes. Abri bo ala nang sonya grandi y soda pa abo su meta nang bira realidad. Esaki pues, tabata the urban gym pa personal training curacao.